De vorige directeur die die zei van moeten we ons bij de kerntaken bezighouden. We doen alleen maar datgene wat noodzakelijk is. Nou, dat is gelukkig voorbij. En we zien dat we ons steeds meer aanrichten ook op het reguliere water. Dus ja, dat is toch wat mensen aan recreëren. Dat is wat mensen zien. Ik ben uh, Fred Kuipers. Ik werk uh, bij KA. Ik ben al heel lang werkzaam bij uh, Hons Delta en de voorloper uh, van Hollandse Delta. Zuivingsschap Hons Eilanden en Waarden. Daarvoor ben ik uh, werkzaam geweest bij uh, het waterschap Waterland. In, in Noord-Holland en daarvoor nog bij de uh, Amsterdam. Amsterdam kom ik ook vandaan, ben ik geboren. En daar heb ik een opleiding uh, genoten bij de UVA, aquatisch ecotoxicoloog. Dus zo ben ik uh, in, in het waterschap gerold. Dus zo lang ben jij al ja, in de ecologie in... bezig. En Fred, wat kan een ecoloog betekenen voor het waterschap Hollandse Delta? Nou, het leuke is uh, dat ik uh, alle gebieden uh, een beetje doorlopen qua ecologie. Dus ik ben begonnen dus als zuiveringstechnoloog. dan zit je met de bacteriën ben je bezig en het zuiveren van het afvalwater. Als ecotoxicoloog ben je bezig, met wat doet gifstoffen in het water? Hoe reageert de aquatisch ecosysteem op die gifstoffen? En ja, nu bij het waterschap heb ik hem ook ga je gebreder, Ga je met het stedelijk water bezighouden. Die gaat je ook meer met de inrichting bezig houden. Je gaat je bezighouden met, met, met oevers. Van de bacteriën en de, en de giftige stoffen. Ga je naar de biodiversiteit in het water, naar de oever toe. En nu bij het waterschap is er gewoon veel meer aandacht ook voor het groen in de droge. Dus de, de dijken, de wegwermen. Gaan wij de goede kant op gemiddeld? Dat vind ik een lastige vraag. Gemiddeld genomen denk ik wel, maar ik denk dat er heel veel uh, moet gebeuren. En dat is niet alleen in het water wat onze wetgeving uh, aangaat. Dus de KW, de Kaderrichtlijn Water, die heeft bepaalde richtlijnen neergezet landelijk. Waar we gewoon ons moeten houden. Dat zijn de, de KW-verplichtingen. Maar. Dat is veel meer. Als je kijkt naar het aantal deelwater wat KW-lichaam is, dat is geloof ik maar 10% van de totale hoeveelheid water. En 90% dat is dan overig water, wat nu, nu regulier water heet. Ja, en daar zijn we veel minder ambitieus in geweest. De, de vorige directeur die, had, die zei van we moeten ons met de kerntaken bezighouden. We doen alleen maar datgene wat noodzakelijk is. Nou, dat is gelukkig voorbij. En we zien dat we ons steeds meer aanrichten, ook op. Het reguliere water, dus ja, dat is toch wat mensen aan recreëren, dat is wat mensen zien. Ja, en we hebben, als je kijkt hoeveel ons areaal, uh, hoeveel we in bezit hebben, dat is ook een substantieel areaal waar natuur uh, een rol speelt. En ja, we weten allemaal dat biodiversiteit erg uh, achteruit gaat en dat het waterschap daar een, een steentje kan bijdragen. Denk en daar je... gaat het nog niet heel goed mee. Misschien een beetje een gewetensvraag. Binnen ons waterschap, in het bestuur, in de organisatie. Weten wij het goede gesprek met elkaar te voeren? Durven we elkaar op te zoeken? Durven we ook de moeilijke dingen op tafel te leggen? Hoe open zijn wij met elkaar? Ook als het gaat over een buikpijn of een hoofdpijndossier. Ik denk dat we opener naar elkaar kunnen zijn. Gewoon vrij discussiëren, brainstormen. Wat er allemaal speelt. Ik denk dat het heel veel uh, goed gaat. En wat ik nu wel zie dat dingen via Twitter uh, de wereld ingeslingerd worden of via LinkedIn en dat vind ik jammer. Ik denk dat we veel beter gesprekken gewoon met, uh, met je been op tafel op een rustige manier kan praten en zeker zo'n veldbezoek uh, helpt er erg bij en zoek elkaar op. Even terug naar waterkwaliteit. Ja. Ooit bij de fusie zijn de waterkwantiteitsdenkers uh, en de waterkwaliteitsdenkers ja. bij elkaar gekomen. Zijn wij al voldoende gemengd, zowel in het bestuur als de organisatie? Hè? Is voor ons het waterkwaliteitsbeheer even belangrijk als waterkwantiteitsbeheer? Zit het op dezelfde manier in onze hoofden en in onze daden? Nog niet, maar ik merk wel een duidelijke verbetering. Mensen van waterkwaliteit, zoals ik en mijn collega's, maar hebben ook mensen van kwantiteit en we voeren, maar nu veel meer een hechtere groep. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het middenbaar maaien. Moeten we nou die hele sloot helemaal leegmaaien, alles eruit halen voor de doorstroming? Of kunnen we toch wat laten staan? En dan zien we toch dat we meer dan tussenweg aan het zoeken zijn. En wat mij ook opvalt in het bestuur, dat er toch ook best wel veel vragen komen. Gaat het wel goed met de waterkwaliteit? Uh, doen we wel genoeg? Ja, er komt meer aandacht voor. Waar leggen we de grens? Hoe schoon moet schoon zijn? Wij gaan nu heel erg voor een sessie eigenlijk. Hè? De KW-maatlat gaat van 0 tot 1. En wij zeggen van 0,6 is goed. Dus eigenlijk zitten we al op een zesje, terwijl we nog veel beter zouden kunnen. Dus het is niet zo dat we al het maximale doen. We streven naar een 6. Welke KPI's zouden nou zien of zien al op een gezond biologisch watersysteem? Ja, je hebt heel veel dingen niet in de hand. En zeker niet als waterschap. Je weet niet wat er uh, in de agrarische wereld gebeurt. Je hebt een uh, heel groot deel naleveringseffect. Als we kijken naar de, de mesgiften, een heel groot deel. ...van onze belasting uit... Uh, ...wat van het landbouw afkomt... ...is historisch. Dus je kunt zeggen... Van, ...we gaan nu minder mest op het land doen... ...maar dat zien we nog niet terug in het water. Uh, de, heel veel gifstoffen... Nee, nee, ...de PFAS-stoffen, de P of A... ...wat bij uh, geen moes... Uh, ...vrijkomt. Ja, die, die blijven er... ...over twintig jaar zitten nog... ...en daar heb je als waterschap geen, geen zicht op. Dus... Ik ben er erg voor om KPI's te nemen die we zelf in de hand hebben. Ja, die voor onszelf beïnvloedbaar Precies. zijn. Ja. Ja. En, en ik zeg hel... niet dat we naar die andere KPI's moeten kijken. Maar als je zegt van... Afrekenen vind ik een naar woord. Maar als je ergens op afgerekend kan worden... dan is het je eigen prestaties en niet wat het weer doet bijvoorbeeld. Je ik een hele droge zomer krijgen. Dan moeten we misschien, ja. zijn we op een gegeven moment verplicht om zout water in te laten. Slecht voor de ecologie, maar we kunnen niet anders. Ja, dat heb je niet in de hand. Maar wat we wel in de hand hebben is gewoon onderhoud en beheer. Ja. Kun je erbij nog helpen? Als het nou gaat over een gezond biologisch watersysteem, waarheen neem ik hen mee, zowel de VV als het college, om ook vanaf het begin gevoel te krijgen waar we mee bezig zijn? Nou, ik denk dat zo'n veldbezoek heel erg nuttig is. Zeker als het een nieuw college is om die mee naar buiten te nemen. En ze mee te nemen in het hele idee van wat is nou biodiversiteit, wat is waterkwaliteit en hoe hangen, hoe hangen de dingen samen met elkaar? En waar gaan we dan heen, Fred? Uh, nou, bij de uh, de, koodood. de koodood is een waterlichaam wat, uh, wat er erg goed uitziet. En daar zie je dus een diversiteit aan water. Als ik dan over de waterkwaliteit praat, een diversiteit van waterplanten, Een flauwe oever. En dat zijn dingen ja, die al heel goed scoren om naar een goede waterkwaliteit te komen. Ja, gaan de, daar neem jij met jouw collega's ons met trots mee naartoe. Ja. En waar gaan we naartoe om jouw buikpijndossier te zien? We hebben eigenlijk... Voor mijn gevoel twee buikpijndossiers. Stedelijk water vind ik uh, vaak toch wat, wat, wat achtergesteld. Dat het gewoon niet goed doorspoelbare plekken zijn. Uh, of te veel bagger ligt. Dat we daar nog veel mee uh, kunnen doen. Dus bijvoorbeeld in de Rotterdam-Zuid zijn er echt wel plekken. Dat we nu proberen met gebiedsplannen om dat aan te pakken. Daar zit, daar zit een, uh, een hoofdpijndossier. Ja, en een grote plekken op uh, Goede Overlijke. En dat heeft mee te maken dat het een uh, ingewikkeld eiland is omdat je daar met, met brakken kwel hebt. Uh, we hebben een, een zomer- en een winterpeil. En dat is voor de ecologie niet, niet prettig. Daarom groeien er gewoon weinig planten. Dus je ziet ook gewoon de KW-score. Als je uh, dat bekijkt, Op Goede Oeverlekee scoren we het slechtst. Hebben we een nieuwe gebiedsvisie nodig voor ja. het eiland Goede Daar zijn we ook mee bezig. Ja, welke stakeholders hè, moeten we dat tegenwoordig noemen? Ja. Hebben we nodig om dat tot een succes te maken? Nou ja, Eerste stakeholder is natuurlijk uh, de gemeente. Gemeente Goede Oeverlekee. Ik denk uh, de LTO. En er zijn natuurlijk ook gewoon de natuurorganisaties die we daar mee moeten nemen. Dan hebben we ook nog verzilting op de kop van Goeree. Ja. Daar gaan we het dan ook over hebben. Ja, ik denk dat we heel goed een discussie moeten voeren van... moet watersturend zijn tot welk niveau? En moeten we overal zoet water hebben? Of kunnen ook gewoon gebieden zeggen van daar gaan we voor brak? Ja. Wil jij bij beloven dat als ik vergeet of ik het krijg het niet voor elkaar dat we met die nieuwe VV naar buiten gaan in de Absoluut. eerste twee maanden, dat jij dan echt even uh, ja. Ja, mij even aanspreekt van beste vriend, <laughs> wij ja, zouden zeker. toch naar buiten gaan, want ja. uh, uh, het is nodig, ik ben er helemaal mee eens, maar ik merk ook dat soms door allerlei belangrijke en minder belangrijke dingen, het ook wel eens gebeurt dat dan hele goede voornemens in schoonheid ja. sterven en dat moeten we met elkaar zien te voorkomen. Ja. Fred, we zijn nog lang niet uitgepraat. Nee, want Het is ik zou we nog weten. heel graag met jou over de planeet Aarde, die eigenlijk een waterplaneet is. Klopt, ja. Maar misschien <laughs> kunnen we deel twee een keer maken van deze podcast. Want er is Goed. veel te bespreken en er is ook heel veel te doen. En ik, uh, ja, ik dank jou voor je motivatie en uh, voor je vakkundigheid. En nog één keer: toxische, aquatische. Aquatische ecotoxicologie. Oké. Okay. In 1994 ben ik begonnen bij RWA. Eerst als procestechnoloog. Doorgegroeid uh, als ecoloog bij de waterlanden. In 2000 ben ik naar komen werken. En Meeg, meegegaan naar de delta. En wat staat er dan in je paspoort? Verkuibers. <laughs> Dank je wel, Fred.